Ja, en nu kijk ik nog steeds naar Cultuur in Actie. Mijn naam is Richard Groenendijk en ik wil nog even zeggen, straks om 9 uur zit hier de minister. Dus ik zou zeker eventjes blijven kijken. Inmiddels bij mij aan tafel aangeschoven Charlotte Houberg en Helene Vechter. Helene, jij bent operazangeres? Nee, dat is zo. Jij bent operazangeres? Nou ja, zeg. Het was een hele foute aanname. Dat ik denk, dat zal de pianiste zijn en dat is de operazangeres. Ja, nee, ik ben de pianiste. Dat is weer vooroordelen die mij helemaal niet sieren. Vertel me, Charlotte, hoe is jouw sector getroffen door deze coronacrisis? Ja, heel heftig. Ja, echt. Wij zingen natuurlijk voor koren vaak, voor orkesten, met pianisten. En dat valt allemaal weg, is allemaal weggevallen. Dus alles is gecanceld. En je merkt ook dat, ondanks dat we niet weten hoe het verloop nu gaat zijn, dat ook alle concerten eigenlijk in oktober, november, december steeds meer worden gecanceld. Terwijl er helemaal niet de regering heeft gezegd van je moet het cancelen, want het is te gevaarlijk. Nee, maar koren gaan doen omdat ze bang zijn. Ja, je gaat op een gegeven moment zelf je conclusies trekken en dan maar een keus maken. En die beslissing gaat niet over één nacht ijs, toch, Helene? Nee, ik heb toen de coronacrisis uitbrak, toen ging echt mijn mailbox volstromen met nee, helaas, we gaan het toch niet doen. Helaas, we moeten het verzetten en daarna afmelden. En dat is dat is eigenlijk wat wij doen, is heel veel cultuur ook niet alleen maar op grote podia, maar juist in de kleinere podia en met koren. En dat doe ik ook. Ik speel dan en daar voegen we eigenlijk iets toe. En dan raken we eigenlijk mensen op heel lokaal en regionaal niveau. En dat is eigenlijk ook wat allemaal wegvalt en waar eigenlijk nog weinig ideeën over is. Want veel mensen zijn toch ook bang, hè, wat de koning gisteren ook zei. Ja. Van niet bang zijn om naar theater te gaan. Maar die kleine zaaltjes zijn natuurlijk heel moeilijk. Want om daar 1,5 meter met elkaar af te... Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ken dat soort zalen ook. Ik speel dat try-outs. Het is bijna onmogelijk, zeker, om in zo'n zaaltje een nieuwe voorstelling te gaan creëren. Omdat je totaal niet voelt waar het ritme dan zit. Nee. Beseffen mensen niet. Ik vond trouwens wel bijzonder dat de koning een van de weinige publieke figuren is... zeg maar aan die kant van het spectrum, die zich zo uitsprak over het... Die ook echt letterlijk zei, van de 30 naar de 100 en snel weer een volle zaal. Lekker open. Ja. Maar dat is lekker om te zien, hè? Ja, eindelijk. Zeker. Ach, ik had hem graag aan tafel gehad. De levende koning, inderdaad. Hé, jongens, we kunnen heel lang en breed hierover praten. Het is inmiddels duidelijk dat dit vak moet overleven. Ja. In al zijn facetten en binnen elke sector. En volgens mij kun je dat het beste laten zien door een heel mooi optreden. Jullie gaan een nummer zingen van Gabriel Fauré. Ja. Tenminste, heb ik me laten vertellen. Au bord de l'eau. Heeft het nog een speciale betekenis? Ja, zeker. Het is eigenlijk een lied over verstilling. En de laatste zin is eigenlijk... De liefde zal eigenlijk alles wat passeert... zal nog steeds de liefde overwinnen, zeg maar. En dat is in ons geval dat ook gewoon... geïnterpreteerd als dat wat raakt, de muziek, dat zal toch ook wel blijven. Ja, dus het is in die zin een corona. Voor hoeveel mensen gaan jullie tekenen voordat jullie gaan zingen? 111. 111 mensen? Ja, 111 zzp'ers in de muziek. Dat is een mooi getal. Zullen we voor... Jij gaat alvast achter de vleugel? Nee, want ik ga zingen. Oh, jij gaat zingen. Jij gaat alvast achter de vleugel zingen. Dat proberen. Dat vind ik altijd, dat lijkt mij zo eng boven die toets. Ik zou niet weten welke je moest drukken. Echt waar. Ik vind het zo knap op piano. Piano spelen is altijd iets wat ik altijd denk, dat heb ik gemist, die boot. Dat had ik graag gewild. Ga alvast achter de vleugel. Jij gaat zo meteen zingen. Zou jij willen tekenen alvast namens die 111 mensen? Die tellen we op bij die 405.767.000 die wij al hebben. Ik hoop toch dat we vanavond 500.000 halen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dankjewel voor jullie komst. Dankjewel. Hier zijn op piano Helene Vechter en Charlotte Houberg op zang, wou ik zeggen, met zang. Met het prachtige nummer Au bord de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Christmas.